Even terugkijkend op de afgelopen maand, de kermis, de jaarmarktdag, hoe is het verlopen? Relatief rustig natuurlijk. Ja, het was toch wel behoorlijk druk. De winkeliers hebben een dappere poging gedaan en zeker ook de banketbakkers om de marketensters goed in de verkoop te krijgen. Dat is volgens mij goed gelukt. De kermis was prachtig weer, was best heel druk. Per saldo ben ik blij dat we de kermis doorgang hebben kunnen laten vinden. En natuurlijk is er dan altijd best wel een gedoetje. Die zaten vooral buiten het kermisterrein. Maar ik denk dat we heel veel mensen een groot plezier hebben gedaan dat ze naar de kermis toe konden. Het is voor de meeste mensen echt een feest geweest. En de kermisexploitanten hebben toch nog een klein beetje een eigen boterham kunnen verdienen. En ben na de inzien goed gegaan? Goed gegaan, zeker. Qua drukte, qua gevolgen met betrekking tot corona? We hebben tot op heden geen enkele, en de kermis is inmiddels alweer even geweest. We hebben ook nog geen besmettingen kunnen constateren die gerelateerd zouden kunnen zijn aan de kermis. Is dat onderzocht? Dat is natuurlijk op het moment dat je positieve mensen test, wordt er dat bron- en contactonderzoek uitgevoerd. En daaruit is geen relatie naar de kermis te herleiden. Dus dat geeft ook aan dat de kermis verantwoord ook in de bestrijding van corona toch plaats heeft kunnen vinden. Ondanks dat het erg druk is geweest, misschien wat te druk geweest is als je het hebt over het aantal bezoekers en het aantal vierkante meter. Ook de jaarmarkt was het toch erg druk die woensdag. Allemaal goed gegaan. Kijk, op het moment dat die anderhalve meter niet in acht is genomen, gaan er natuurlijk dingen niet goed. Op de kermis is dat heel lastig te constateren. Ook omdat je niet aan ieders gezicht of voorhoofd kunt zien hoe dat de leeftijdsgrenzen zijn. En de groep tot 18 hoeft die anderhalve meter ten opzichte van elkaar niet in acht te nemen. Nou, ik kan niet altijd aan de voorkant aan iemand zien of dat die 16 of 19 is. Dus dan lijkt een druk bezochte kermis voor een buitenstaander soms al van, hé, hier gaan dingen niet goed. Er zal best eens een keer iemand zijn geweest die dat niet helemaal in acht heeft genomen. Per saldo ben ik tevreden over de manier waarop het is verlopen. Hebben de kermisbezoekers een poging gedaan om zich eraan te houden? Hebben de kermisexploitanten maatregelen getroffen? En hebben denk ik toch heel veel Alphenaren een beetje het jaarmarktfeest kunnen vieren zoals we dat graag volgend jaar weer op een andere manier vieren. U zegt heel veel mensen, want de kermis was druk bezocht, maar ook op de jaarmarktdag zelf was het behoorlijk druk op het dorp. Heeft dat nog gevolgen uiteindelijk voor de intocht van Sinterklaas? Want als je iets met Sinterklaas gaat doen, zullen daar veel mensen op af gaan komen. Zeker. En Sinterklaas komt. Alleen wanneer en hoe, dat weet ik nog niet. Niet per stoomboot? Dat zal zeker niet per stoomboot zijn, maar hij komt wel. En ik denk dat dat voor de meeste kinderen en ouders en grootouders van kinderen het allerbelangrijkste is. En we gaan niet met z'n allen naar het Rijnplein of naar het plein voor het oude raadhuis in Boskoop. Dat is wel duidelijk. Maar hoe dat Sinterklaas zijn entree in Nederland en ook in onze gemeente maakt, dat is nog een geheimpje. Welke richtlijnen gaat u de organisatiecomité's meegeven? Want volgende week heeft u daar een gesprek over. Ja. Nou, de organisatiecomité's zijn zelf al heel erg aan het nadenken over wat er eventueel kan, maar wat er ook niet kan. Nou, de nieuwe richtlijnen die zijn ook duidelijk. Op dit moment kan er geen vergunning worden verleend voor een evenement buiten waar meer dan 40 volwassenen bij zijn. Dus ik denk dat we heel creatief op zoek moeten naar alternatieven om Sinterklaas toch welkom te kunnen heten in onze gemeente. Een rondrit? Rondrit vind ik lastig. Want, ook omdat daar gewoon veel mensen op af zullen komen. Daar komen waarschijnlijk heel veel mensen op af. En dat betekent dus ook dat er in een straat of langs een rivier te veel mensen samen zouden kunnen komen. Ik denk dat het ook goed is om goed af te stemmen tussen alle kernen in onze gemeente, maar ook met de buren in Woubrugge, in Nieuwkoop, in Waddinxveen.
Want we moeten natuurlijk voorkomen dat iedereen naar één intocht toe zou gaan. Dus we zijn daar nog goed over in gesprek. Volgende week ook met alle organiserende comité's. En dan zullen we denk ik met elkaar bekendmaken op welke manier Sinterklaas dit jaar Alphen aan de Rijn en alle kernen komt bezoeken. En gaat dan ook een keuze gemaakt worden over de kleur van Piet? Ook dat is iets waar we volgende week met elkaar over spreken. Daarvan heeft de intochtcomité in Alphen aan de Rijn al aangegeven dat er roetveegpieten gaan komen. We hebben gesproken met heel veel scholen in het basisonderwijs. En er is geen school meer in onze gemeente die niet aan een uiterlijk verandering van Piet werkt. Dus ik denk dat dat ook bij heel veel comité's aan de orde zal zijn. Maar dat gaan ze me volgende week vertellen.